Vorig jaar maakte M21 het luxueuze pop-up restaurant met 21 Michelinsterren haar debuut tijdens de Masters of Luxury. Maar dit jaar gaan we een stapje verder. Een stapje, een behoorlijke stap, want we hebben 19 chefs met 34 Michelinsterren, 4 avonden lang. En geniaal lekker, dat is één ding wat zeker is, dat wordt het. Want het thema van de Masters of Luxury 2018 is de Genius Edition. Uitblinkers op het gebied van internationale luxe. Dat vind je op de Masters of Luxury. Een van die uitblinkers is chefkok Mario Ridder, eigenaar van restaurant Julia in Rotterdam, onder het Hilton aan de Coolsingel. Ik hoop dat hij wat fijne kneepjes van het vak gaat leren en het niet te ingewikkeld voor me maakt. En Mario, je bent buiten chef, ben jij vooral ook ondernemer. Zit dat ondernemerschap in de familie? Ja, mijn vader heeft een eigen bedrijf, mijn broer heeft een eigen bedrijf en ik ook. Dus het is er met de paplepel ingegoten en de vrijheid van ondernemen is natuurlijk fantastisch. Ja. Uiteindelijk moet je ook een klein beetje geluk hebben in je leven. Kees Helder was mijn culinaire vader, heb ik altijd gezegd in ieder interview. En ik dacht dat ik alles kon. Ik deed de hele keuken runnen daar al. Kees zat op kantoor, deed het financiële vlak, dat deed ik niet. En als je alles had geweten van tevoren wat het inhield, had je daar misschien wel anders over nagedacht. En wat ik daarmee bedoel is dat je nu wat minder makkelijk die stappen maakt zoals vroeger. Hey, en je zei het net al, Kees Helder is je culinaire vader. Is hij ook jouw leermeester? Heeft hij jou ook gevormd tot Mario Ridder die wij kennen? Ik denk dat die basis wel is gelegd door John Sistermans en Lucas Rieven. Ja. Daar heb ik ervoor gewerkt. Die hebben echt wel de passie en de creativiteit bijgebracht. Maar Kees is zo belangrijk geweest, omdat Kees gewoon echt heel goed heeft geleerd dat koken het allerbelangrijkste is, smaak is het allerbelangrijkste. Maar één ding moeten we niet vergeten, we moeten ook geld verdienen in de horeca. Ja. Wat voor chef-kok ben jij? Ben jij iemand die veel vrijheid overlaat aan andere mensen, ook met betrekking tot de inbreng van creativiteit en nieuwe gerechten? Of is het gewoon... Nou, ik was vroeger, totdat ik hier kwam, was ik echt een chef die bepaalde wat er gebeurt. Dit is het en als het niet bevalt, dan flik je maar op. Tegenwoordig zit daar wel wat anders in. We hebben een hele vaste, harde kern in de keuken. Maar die jongens weten gewoon veel meer van de nieuwe ingrediënten, van de nieuwe technieken. En je zal wel ongelooflijk dom zijn als chef als je het niet gaat gebruiken. Maar ook alleen, als ondernemer. Ook als ondernemer. Maar waar je voor moet oppassen, is dat je wel je eigen identiteit blijft bewaren. Dus we hebben eigenlijk een traditioneel menu waar alle klassiekers in zitten. En we hebben een wat inventiever menu. En daar komt veel vandaan van de twee jongens in de keuken die een tijd bij me werken. Mario, is er een gerecht wat nooit bij jou ontbreekt op de kaart? Ja, ik heb het geprobeerd om een van mijn specialiteiten eraf te halen, maar mensen komen er gewoon voor terug. Dus ik heb gezegd, het mag nooit van de kaart afgaan en dat is een likkerpotje. Likkerpotje, zo hebben we dat eigenlijk genoemd, omdat je gewoon echt met je vingers dat blikje helemaal mag uitlikken. En dat gebeurt ook altijd. Een likkerpotje is avocado crème onderin, in een blikje kaviaar. Daarop zit Noordzeekrab en die Noordzeekrab wordt afgesmeerd met kaviaar. Avocado, krab, kaviaar? Ja. Gaan we dat zo maken? Nee. Oh, jammer. School aardappelpaling. Lekker. En wat is voor jou de reden geweest om dit jaar mee te doen aan M34? Nou, veel collega's doen mee, grote namen. En ik hoor alleen maar positieve geluiden erover. Ik denk, dat wil ik ook een keer meemaken. Vandaar dat ik mijn keuken een keer verlaat op zaterdagavond en een acte de présence geef in Amsterdam. Ja. Weet je met wie je gaat koken? Ja, volgens mij met Arturo, Onno en met, Fred. Fred, ja, collega Rotterdam. Fred in Rotterdam, ja. Dus het is een beetje 020-010 die avond. Jongens, het is Nederland, we praten over, alsjeblieft zeg. Ik heb nog nooit iemand zo'n shallot zien sniepen. Ja, een beetje. Laat het. Nee, hoef je niet. Even proeven of ze mooi zijn. Ja. Is mosterd en mayonaise al in? Ja, alleen mosterd en mayonaise heb ik. Ruik maar, je ruikt. Nee, ruik het al. Zo. Bon appétit. Top, gaaf. Hier word ik gewoon oprecht blij van. Oh, dit is echt heel lekker. Hey, maar het duurt natuurlijk nog eventjes voordat de deuren van M34 openen in december. Maar mensen kunnen wel alvast reserveren online. Dat gaat al goed, gaat hard. Dus ze kunnen daar terecht. Maar waar ze ook terecht kunnen is jouw recept, toch?
Ja, dat staat ook online. Ja, dit is briljant. Super. Nou, super top. Dankjewel hè. Graag gedaan.